Het hoogwater aan de Maas heeft afgelopen zondag zijn top bereikt. We vroegen aan Rens Tissen van de reddingsbrigade Roermond en Jos Steeuwen van het waterschap wat de oorzaak is van het hoogwater en welke maatregelen er zoal zijn genomen. Het waterpeil stond de afgelopen dagen in Limburg heel hoog. Hoe komt het dat het hoogwater is? De afgelopen week is er heel veel neerslag gevallen in de Ardennen en vanuit de Maas vanuit Frankrijk. In combinatie met de dooi die heeft ingezet in de Ardennen van de sneeuw, hebben we in één keer een hele golf met water eigenlijk gekregen. Dat water dat moet toch ergens naartoe. En dat gaat dus via de Maas gaat dat richting de zee. Eigenlijk voordat dat water in die snelheid afgevoerd kan worden, gaat het zich ook buiten de rivier eigenlijk zijn weg zoeken, omdat het toch steeds hoger komt. Dus vandaar. En wat is jullie taak als reddingsbrigade? Staan we vlakbij het buurtgemeenschap De Weert in Roermond. Wat hier eigenlijk is een vrij laag gelegen gebied. De toegangsweg die hier naartoe loopt, die loopt ook redelijk snel onder water. Mocht de waterstand een bepaalde hoogte bereiken, dan zullen ze in eerste instantie een rijdende pendel voor de buurtbewoners inzetten. Dus dat is een tractoren of hoge voertuigen. Mocht deze waterstand nog te hoog worden, dan kunnen die voertuigen ook niet meer over de weg. Dus dan zal er een varende eenheid ingezet worden om de buurtbewoners wel te kunnen overzetten en eventuele hulpdiensten ook deze kant op te kunnen laten komen. En hebben jullie al vaak hulp moeten bieden? Dit jaar is het waterpeil niet zo hoog gestegen dat we daadwerkelijk de varende pendel hebben in moeten zetten. Dus het is net laag genoeg gebleven. Maar er zijn wel vaker jaren geweest inderdaad dat we daadwerkelijk de varende pendel in hebben moeten zetten om de buurtbewoners over te moeten zetten. Want wat zijn de gevaren van hoogwater? Het hoge water kan ervoor zorgen dat er dus in het gebied wat niet bereikbaar is. Op het moment dat daar iets gebeurt, mochten mensen onwel worden of iets dergelijks, moet natuurlijk wel ten alle tijde dit gebied bereikbaar zijn. Dus voor een ambulance, politie, brandweer, daar werken wij dan uiteraard ook mee samen. Andere gevaar is gewoon de Maas die stroomt ontzettend hard. En dan zie je toch nog steeds dat er pleziervaarbootjes denken, ik ga toch eens even kijken op het water en gaat het water op. Ja, dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk met deze stroming. Dat ze toch of de stroom niet kunnen trotseren. Dus dat ze langzaamaan steeds verder wegvaren van een doel. Ook met de Maas komt natuurlijk omhoog. Heel veel bomen die langs het water zijn omgevallen of takken die gaan drijven. Vaak net onder water. Mocht je met een bootje net iets onder water raken, dan heb je natuurlijk, kan je motor uitvallen. En dan zijn de gevolgen, die wil je liever niet weten als je in bepaalde situaties komt. En gebeurt het vaak dat het waterpeil zo hoog staat? Zo hoog als nu, dat zal één keer in de 2-3 jaar zijn ongeveer, deze waterstand. Dat het water echt een toename heeft. Dat gebeurt wel vaker, normaal een 2-3 keer in de winterperiode. Als het echt deze waterstand bereikt, is het echt maar één keer in de 2-3 jaar ongeveer. En welke maatregelen nemen jullie? In de eerste instantie hebben wij nog geen maatregelen. Dus het is pas bij een bepaalde waterstand. Dus in dit geval vanaf 17,50 meter boven NAP. Dan zal de gemeente de eerste maatregelen gaan nemen. En dan kunnen wij de waterstand monitoren en kijken van wat is de verwachting. En mocht de verwachting inderdaad zijn dat het echt omhoog gaat lopen, dan gaan wij naar onze lifeguards. Gaan we wel al een voorwaarschuwing neerzetten van jongens, let op, de waterpeil neemt toe. En er is een kans dat wij een varende pendel zullen moeten gaan inzetten. Afgelopen weekend werd de bypass in Neer in gebruik genomen. We vroegen aan Jos Steeuwen van het waterschap wat de functie van de bypass is. De bypass die is ervoor om te zorgen dat Neer droog blijft. De Neerbeek die loopt dwars door Neer. Met hoog water dan komt het water te dicht bij de huizen en dan moeten we de zaak afsluiten. Het water blijft doorstromen en dan moet het via een omweg toch naar de Maas toe. Daar is de bypass voor. En hoe wordt de beek van Neer omgeleid?
via die bypass. En dat is omdat we hier achter ons worden er wat schuiven dichtgezet, zodat het water niet meer de normale loop van de beek kan volgen. En dan wordt het via een omleiding gaat het richting de Maas. En is dit vaak noodzakelijk? Nee, dit is nou ongeveer 10 jaar geleden aangelegd en is de eerste keer dat het echt in werking is op dit moment. En hoe wordt Neer beschermd tegen hoogwater? Daar hebben we de dijken voor, daar staan we nu bovenop op een dijk. En daar, ja, door die dijken is Neer eigenlijk een soort polder waar die beek dwars doorheen gaat. En in die dijk daar zit een gat waar die beek doorheen gaat en dat wordt afgesloten. En dan gaat het via de bypass gaat het terug naar de Maas. En hoe lang blijft de bypass nog actief? Zolang als het hoogwater is. Zolang als er ook vanuit het achterland van Neer water door de Neerbeek komt, dan blijft de bypass actief. En als het water weer gezakt is in de Maas, dan wordt die weer gesloten. En hoe is de waterveiligheid in de afgelopen jaren verbeterd? We hebben een enorm hoogwaterbeschermingsprogramma, heet dat, hebben we uitgevoerd. Dat is onderdeel van de Maaswerken. En daarmee worden dijken in de verschillende gemeentes langs de Maas, daar zijn we al een 10-tal jaar mee bezig, worden opgehoogd en verbreed. En dat is onder andere ook hier in Neer gebeurd. En hoe ontstaat hoogwater juist? Hoogwater ontstaat door veel regen. De Maas is een regenrivier. Die ontstaat in het noorden van Frankrijk en voor een deel in de Ardennen ook. En als het veel regent in die gebieden, stroomgebied van de Maas, dan neemt het hoogwater snel toe. En waar we nu mee te maken hebben is een combinatie van hoogwater, of regen, uit de Ardennen en uit Noord-Frankrijk. En sneeuw wat gesmolten is uit de Ardennen. En dan komt het eigenlijk 2 keer tegelijkertijd. En daardoor hebben we nu een bijzonder hoogwater.